PrEP beschermt tegen HIV. Voor een goed gebruik heb ik als apotheker 8 tips voor u. Tip 1. Laat je testen. Voordat je begint met PrEP moet je zeker weten dat je niet besmet bent met het HIV-virus. Je kunt besmet zijn zonder dat je het weet of merkt. Als je dan PrEP gaat slikken, loop je het risico dat het HIV-virus ongevoelig wordt voor PrEP. Nou, dan ben je verder van huis. Laat je dus altijd testen op HIV voordat je begint met PrEP. Tip 2. Test iedere 3 maanden. Laat je iedere 3 maanden testen op geslachtsziektes. PrEP beschermt wel tegen HIV, maar niet tegen andere SOA's. Tip 3. Geef je pillen niet aan een ander. Het lijkt heel sympathiek om je PrEP-pillen te delen met een ander, maar doe dat nooit. Die ander kan immers besmet zijn met het HIV-virus. Het HIV-virus kan dan resistent worden en help je die ander dus van de wal in de sloot. Geef je pillen dan ook nooit aan een ander. Tip 4. Blijf condooms gebruiken. Zie PrEP als een extra bescherming tegen een HIV-besmetting. Zonder condooms loop je namelijk nog steeds het risico op een besmetting door alle andere SOA's, zoals bijvoorbeeld chlamydia, gonorreu, syfilis en hepatitis B. Tip 5. Hou je aan het juiste innameschema. Gebruik PrEP op de juiste manier. Je hebt 2 mogelijkheden. Je slikt iedere dag 1 tablet, ook wel het continu schema, of je slikt alleen rondom seksuele activiteit en moet je dus meer plannen. Let daarbij ook op de houdbaarheid van de tabletten. Bij een continu schema neem je na de start van 2 tabletten elke dag op een vast tijdstip 1 tablet in. In het geval van inname rondom seksuele activiteit nog 2 keer 1 tablet 24 uur en 48 uur na de eerste inname. In totaal dus 4 tabletten. Vergeet dat niet, anders werkt het niet. In beide gevallen start je met het nemen van 2 tabletten 24 tot 2 uur voordat je seks hebt. Let op, neem je PrEP alleen rondom seksuele activiteit, gebruik het dan altijd nog 2 dagen door na je laatste seksuele activiteit. Tip 6. Pil vergeten, wat te doen? Slik je iedere dag 1 tablet, dan kan de tablet tot 12 uur na het oorspronkelijke innamemoment worden ingenomen. Is het langer dan 12 uur na het vaste innamemoment, dan moet het tablet worden overgeslagen en ga je door met je normale schema. Je bent op dat moment nog goed beschermd. Vergeet je meer tabletten, neem dan contact op met je arts of apotheker. Gebruik je PrEP alleen rondom seksuele activiteit en vergeet je dan een tablet, neem dan direct contact op met je arts of apotheker. Tip 7. PrEP ook voor vrouwen. PrEP staat vooral bekend als middel voor mannen die seks hebben met mannen om HIV te voorkomen. Maar weet dat vrouwen PrEP net zo goed kunnen gebruiken om zich tegen HIV te beschermen. Tip 8. Bijwerkingen. Zijn er nog bijwerkingen? Ja, die zijn er. Maar vaak zijn die mild van aard en gaan ze meestal binnen een week weer over. Sommige gebruikers klagen over misselijkheid, een diarree en een verminderde eetlust. Enkele gebruikers klagen over hoofdpijn of voelen zich moe. Maar zoals gezegd, het zijn milde bijwerkingen die na een korte gewenningsperiode meestal vanzelf weer overgaan. In zeldzame gevallen kan het zijn dat de nieren minder gaan werken. Hierop wordt gecontroleerd bij periodieke controles. Het is daarom ook beter om geen medicijnen te gebruiken die een negatief effect kunnen hebben op de nieren, zoals de NSAID-pijnstillers, ibuprofen, diclofenac en naproxen. PrEP is een prachtig middel om HIV te voorkomen, als je het juist gebruikt. Weet dat PrEP niet beschermt tegen andere SOA's en blijf daarom een condoom gebruiken. In de Plus-apotheken weten ze alles over PrEP en kunnen ze je goed en in alle privacy verder helpen.